Hallo, Justan hier met een inspiratievlog. Dat is even een tijdje geleden, dat heeft natuurlijk wel een reden, dat ik voornamelijk mijn bezigheden nu concentreer op kleuteruniversiteit. Soms heb ik nog wel eens een trigger dat ik denk, oh, dat is leuk voor de website jufsanne.com. En dan ga ik aan de slag. Dat gebeurt niet heel vaak meer. Maar laatst was ik in de winkel en zag ik knijpers liggen. Ik denk, oh, daar heb ik een leuk idee bij. Heb ik inmiddels wel gezien dat het idee bestaat, maar dat idee zorgde weer voor veel meer ideeën. En zo ben ik aan de slag gegaan. En ik wil je er twee laten zien. Ik wil je op attenderen dat je alles kunt vinden op jusanne.com/herfst. En dan downloads 2016. Daar heb ik veel nieuwe items geplaatst, vooral veel telmaterialen. Eén van deze is een egeltje die je stekeltjes geeft aan de hand van het cijfer. Dus je kunt daarbij met de kleuren ook nog in afwisselen. Reeksen maken. Deze kun je nu op de site downloaden. Goede motorische oefening, goede teloefening. En kleuren vormen. Je kan er meer, minder van maken. Je kan zelfs op de knijpers nog getallen schrijven. En die maken dan samen het getal wat de egel met zich meedraagt. Dat is ideetje 1. En ideetje 2, je moet goed kijken, maar op en in het web staan allemaal vliegjes, of zijn vliegjes gevangen in het spinnenweb. De kinderen moeten dus vliegjes tellen, vervolgens het juiste cijfer dat op het spinnetje staat erbij zoeken en deze in het web neerleggen. Er zijn verschillende variaties. Er zijn kaarten die de spin er al in hebben, zodat het gewoon een soort oefening is, een teloefening is. Of als kaarten die je op de muur kan maken. Je hebt ook lege kaarten. Leg daar dan een spin in. En laat de kinderen kleien. Of laat ze spinnetjes maken met een whiteboardstift op zo'n vel. Er zijn veel, veel, veel mogelijkheden mee. Er zijn drie verschillende versies. Dus leef je uit. Verder heb ik nog verschillende downloads gemaakt met paddenstoelen. Tellen en stippen maken van klei. Er staan ook nog cijferkaarten met blaadjes op. Ik denk, deze herfst zit jij weer goed. Ik wens je heel veel plezier mee en ik hoop dat ik binnenkort weer zo'n leuke brainwave krijg. Oké, tot later.